Waar heb je ons mee naartoe genomen vandaag, Chris? Naar een mooi plekje aan de Schelde, waar ik ook regelmatig kom. Ik fiets hier regelmatig en dan af en toe stop ik eens voor een tasje koffie te drinken. Hier loop ik ook regelmatig langs de Schelde. En ik vind het altijd fantastisch. De Schelde heeft iets. Ik denk dat elke stad of gemeente die een rivier heeft, heeft een extra. Want een rivier, dat is iets wat mij eindeloos boeit. We zitten hier ook in de buurt van uw brug, geloof ik. Ja, dat is ook juist. Toen ik minister van Openbare Werken was, heb ik bij de burgemeester van Bornem gezegd, ik ben nu minister van Openbare Werken, zeg eens wat ik hier kan doen voor de regio. En hij zei, weet je wat je kunt doen? Een brug, een extra brug voor de verbinding Bornem-Temse, want hier zijn files, mensen moeten urenlang aanschuiven. Kunt jij voor mij een brug bezorgen? En we hebben daar heel hard aan gewerkt. Daar lag en ligt nog altijd een brug, maar die was te klein. Dus daar moest een brug naast komen. En dat is een van de meest gelukkige momenten van mijn politieke carrière, dat we hier de brug hebben ingehuldigd. Het was een heel groot volksfeest langs beide kanten van de oever. Langs de kant van Bornem, maar ook langs de kant van Temse. En de mensen zijn nog altijd zeer blij met die brug, want ze geraken sneller op het werk. Er zijn minder files en die brug vind ik ook heel prachtig. We hebben ook toen gevraagd aan de aannemer, zorg ook dat op die brug mensen kunnen even verpozen. Daar zijn banken aan gelegd op de brug zelf om naar het water te kijken. Ja. Je bent een beetje als bij toeval in de politiek beland toen Yves Leterme jou 15 jaar geleden vroeg om minister te worden in zijn Vlaamse regering. Waarom heb je toen ja gezegd? Het was eigenlijk niet vanzelfsprekend, want ik was ten eerste verrast. Ik weet nog altijd, 11 juli 2004 belde Yves me op en zei ja, ik wil u dringend spreken. Ik heb dan gezegd, ja maar ik moet naar de 11 juli viering in het stadhuis in Brussel. Hij zegt, ja maar dan kan ik u daar toch even spreken, want het gaat niet lang duren. Ik zeg, ja oké, ik ben daar, dus we zullen elkaar wel zien. Yves heeft dan gezegd, ja, we moeten toch ergens een kamertje vinden, want daar was natuurlijk heel veel volk. En zoals steeds was het warm daar in het stadhuis. We zijn dan naar een kamertje geweest van de burgemeester, als ik mij niet vergis. En hij zei, ja, ik heb maar één simpele vraag. Wilt jij minister worden in mijn regering? En ik heb gezegd, ja, Yves, ik zal daar eens over nadenken. En hij zei, dan weet ik genoeg. En we zijn dan verder gaan vieren, 11 juli. En ik herinner me nog altijd goed dat ik thuis kwam en ik zei tegen Anne, mijn echtgenote, moet je nu eens iets weten, ze hebben gevraagd om minister te worden en mijn echtgenote, die een zeer nuchtere dame is, die zei, ze vragen dat aan iedereen, maak je daar geen zorgen over, dat zal wel, passeert wel. En dan eigenlijk de volgende dag belde Yves terug en zegt, ja maar, dat is toch goed begrepen dat je daar wilt over nadenken, heb er al over nagedacht en van het een kwam het ander en voordat ik het wist heb ik de eed afgelegd en ben ik minister geworden van Openbare Werken, Leefmilieu, Energie in die regering van Yves Leterme. Als ik een uitdaging zie, dan zeg ik meestal ik ga ze aangaan, want dat is een uitdaging die interessant is en ik zou niet graag hebben dat ik later, als ik oud ben, zou zeggen daar heb je eigenlijk de uitdaging niet aangedurfd. Daar heb je nee op gezegd en heb ik dan aan Yves gezegd, oké, ik doe het. U houdt wel van risico's nemen, geloof ik, hè? Ik heb wel eens gelezen dat u als jonge kerel aan parachutes springen deed en bergbeklimmen. Ja, ik heb heel wat sporten gedaan waar enig risico aan zat. Dus ja, risico nemen, daar schrik ik niet van terug. Natuurlijk altijd wel wat berekend. Ik bedoel, ik neem niet, dat hoop ik toch niet, ondoordachte risico's, maar ik schuw niet de uitdaging.
En wanneer het een beetje uitdagend is, wanneer ik ook denk, ja, zal dat wel lukken, dan is dat voor mij een extra stimulans. Dus u verwijst naar valschermspringen. Ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten toen ik dat gedaan heb. Dus ik heb een periode gehad waar ik zei, ik ben een paar keer al opgestegen met een vliegtuig, maar ik heb nooit geland. Ik ben nooit geland met een vliegtuig. Ik ben er altijd uitgesprongen voor het vliegtuig landde. En dat is ook zoiets, ja, ik wist ook niet of ik dat zou durven. Uw liefde voor risico's kennende voelt Europa aantrekkelijk maken een beetje als springen uit een vliegtuig? Wel, met een parachute? Het is een nieuwe uitdaging. Ja, springen zonder een parachute raad ik niemand niet aan. Maar het is een uitdaging en het is een project waar ik echt in geloof. En dat is iets wat ik godzijdank toch niet altijd, maar toch op vele jaren mij heb kunnen inzetten voor zaken waar ik in geloof. Ik heb ooit wel eens één maand in een bank gewerkt waar ik totaal tegen mijn goesting moest gaan werken. Ik heb daar dan ook ontslag genomen. Maar ik ben heel blij dat ik voor de rest van mijn beroepscarrière elke morgen eigenlijk met veel panache en met veel overtuiging naar het werk ging om daar te doen waar ik in geloofde. En ik hoop dat dat natuurlijk ook naar Europa toe hetzelfde zal zijn. U bent misschien bij toeval in de politiek gerold, maar het is intussen wel uw hele leven geworden, hè? Ja, ik zit nu 15 jaar in de politiek en ik heb geen dag spijt dat ik die beslissing in 2004 heb genomen en dat ik de kans krijg om met heel veel energie daar elke keer tegen aan te gaan. Natuurlijk, net zoals bij andere beroepen, zijn er dagen waar ik ook iets vloek, dat ik zeg, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk, waar ben ik nu mee bezig? Dat heeft iedereen natuurlijk, maar dan is het heel belangrijk om wat ik een heel mooi woord vind, dat is veerkracht. Men kan vallen, verschillende keren vallen, en dat is mij ook letterlijk gebeurd. Ik ben van een paard gevallen, van mijn fiets gevallen, toch een aantal dingen gebroken, maar dan elke keer opstaan, dat is wat mensen typeert. En opstaan met, we gaan er terug tegenaan, met veerkracht, dat vind ik heel belangrijk. En ik bewonder ook mensen die veerkracht hebben. En godzijdank zijn er vele mensen die dat elke dag opnieuw tonen, dat ze die veerkracht hebben. En dat hoop ik, of probeer ik ook toe te passen op mezelf. U heeft mij ooit verteld dat u droomt van een oude dag als landbouwer, filosoof, met een boek van Levinas op de tractor de zonsondergang tegemoet tuffen, zoiets? Ja, dat blijft nog altijd iets waar ik graag zou eindigen, als ik dat zo mag zeggen, als landbouwer, filosoof. Ik kom heel graag in de natuur en ook dieren. Ik heb jarenlang, hadden wij thuis een hond, een paard, ganzen enzovoorts. Mijn grootouders waren landbouwers. Ik heb als kleine jongen nog mee op de kar hooi helpen binnenhalen, aardappelen rooien. Dus dat landbouwer zijn, dat mijn tractor rijden, vind ik ook heel leuk. Zou terug naar de roots zijn dan, ja, eigenlijk op die, ja, manier? En dan natuurlijk, mijn andere liefde is wijsbegeerte. En als u dan die kunt combineren, dat zou heel, heel mooi zijn. En misschien komt het daar nog eens van, landbouwersfilosoof. Er wel op blijven zitten dan op het paard, hè, in zeer dat zeker, geval. Zeer zeker, ja. Ja. Bent u ook al niet letterlijk gevallen? Niet van een fiets of van een paard, maar in die andere betekenis, gestruikeld in het leven? Ja, ik denk dat iedereen heel veel dingen in het leven meemaakt en ook moet incasseren. Ik herinner mij zeer goed dat ik zat bij Unizo, dat was een vergadering over het interprofessioneel akkoord. Het was rond 4 uur in de namiddag
En ik leidde die vergadering en men kwam mij vragen of ik de vergadering even wilde verlaten, omdat er een dringende telefoon was. Oké, okay. Ik verlaat die vergadering, pak die telefoon en ik krijg vrienden van mijn ouders aan de lijn en die zeggen, uw vader ligt in het ziekenhuis en is overleden. En ik herinner mij dan, ik ben dan met iemand van de vergadering naar het, want het was ook in Brussel, naar het hospitaal, want hij was in het hospitaal gebracht ja, en hij was overleden. Waar staat u voor op 's ochtends? Wat geeft u de goesting en de kracht om aan de dag te beginnen, elke dag opnieuw? Om problemen op te lossen in het belang van de mensen. En dat kunnen we zeker ook op Europees niveau. Er zijn zoveel problemen waar de mensen elke dag mee geconfronteerd worden, die Europa kan en moet oplossen. En daarvoor ga ik naar Europa om daar een bijdrage te leveren in dat Europees parlement. En dan gaat het bijvoorbeeld over die oneerlijke concurrentie van iemand die hier komt werken met een loon dat eigenlijk te laag is voor de betrokkenen in eerste instantie, maar zeker voor diegene die dreigt hier zijn werk daar mee te verliezen. Denk maar aan de transportsector of aan de bouwsector. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over ja, die asielzoekers, hoe gaan we dat oplossen? In het Europees Parlement kunnen daar verdere acties rond ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de Europese grenzen worden goed bewaakt, dat men natuurlijk recht heeft op asiel, maar dat men dat ook heel duidelijk afspreekt en weet waaraan en waarop. En daar is Europa zo, zo belangrijk. Als het Europees project is eigenlijk een christendemocratisch project. Dat is een project waar wij, als je kijkt naar de geschiedenis met Tindemans, met de Hanen, noem maar op, daar hebben we echt in geïnvesteerd. En waarom is dat een christendemocratisch project, dat Europees project? Omdat we economische groei koppelen aan sociale vooruitgang en sociale bescherming. We doen dat hier in Vlaanderen, we doen dat op federaal niveau en we moeten dat ook heel duidelijk doen op dat Europese niveau. U heeft er goesting hè, in dat lijsttrekkerschap voor Europa. Waarom Europa? Ja, ik ben heel vereerd dat ik dat mag doen, kan doen. En we gaan daar alles voor inzetten om dat Europese project niet alleen te verdedigen, maar ook aan de mensen duidelijk te maken dat Europa er is voor hun. Dat Europa is voor de Europeanen en dat het niet is over instellingen, over grote problemen te spreken die de mensen niet raken. Daarvoor ga ik naar Europa. Ik denk dat u gaat genieten van die parachutesprong richting Straatsburg. Ik hoop het. Ik wens u heel veel succes en geluk.